Oh jongens, het is hier zo mooi. Het is toch echt heel cool. Dag jongens, meiden, kijk eens waar ik ben. Wauw, wat een mooie plek. Het is weer een andere, dikke rot. Weer een nieuwe dag. En het is vandaag een lange dag, want we zitten de hele dag in de auto. We mogen er even uit. En kijk, dat is niet verkeerd als dit er zo uitziet. Wauw. Het is hier zo mooi. Het is toch echt heel cool. Ik snap er niks van. Wauw. 3 hours later. Oh jongens, wat een dag. Yo, jakkes. Ik mag niet klagen, want moet je kijken wat voor uitzicht ik heb vanuit mijn kamer. Wauw. Zo gaaf. Morgen staat er een dag op de planning naar Milford Sound. En Milford Sound is super vet. Het is daar echt prachtig. Maar het is 6 uur rijden om daar te komen. En dan moeten we ook nog terug. Dus weer 6 uur rijden. Na vandaag denk ik ook, ik wil niet weer de hele dag in de auto zitten. Ik ben van plan om nog een keertje terug te komen naar Nieuw-Zeeland. Want ik heb nog lang niet alles gezien wat ik wil zien. Dus ik zit zo een beetje te denken, dan kan ik Milford Sound altijd nog doen. Ik zal het even allemaal laten bezinken. We gaan even naar het zwembad met z'n allen, want we moeten even afkoelen. En ja, het is een mooie kamer weer. Dit is mijn bed. Ik heb een nieuwe roomie vandaag. Die is naar de gym. Nou, ik snap er niks van, maar leuk. Ik vind het knap. Ik kan het niet. Ik ben helemaal op. Daar badkamer en zo. Dus helemaal leuk. Nou, goed. Zien jullie later. En bedankt voor deze dag. Het was best een mooie dag. Ciao. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag welke dag? Goedemorgen. Welke dag? Hè? Goedemorgen. Waar komt dat stemmetje vandaan? Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, dit is het hotel. Mooi hè, het restaurant is daar beneden. Helemaal ramen met uitzicht. Echt super fancy wel. Maar het was dus een beetje een drama vanochtend. Ik had gisteren gezegd hè, dat ik waarschijnlijk niet mee zou naar Milford Sound, want dat was me een beetje te veel. En dan ben ik helemaal blij omdat ik die beslissing heb gemaakt. Vanochtend werd ik wakker om 6 uur, want mijn kamergenootje werd ook wakker. En zij ging wel en ik zei van, oh, ik weet het nog niet, ik beslis het morgenochtend wel. Toen had ik besloten vanochtend dat ik niet zou gaan, maar er wel even mee zou voor het ontbijt. Dus we kwamen hier om 6:30 voor het ontbijt. Staat er opeens zo'n meneertje van een taxi, staat hier voor de deur. En die zegt, ja, jullie hebben 3 minuten om je ontbijt te eten en we gaan weg. We zouden om 7:00 weg. Nou, dat was dus waarschijnlijk 6:30. Ik snap er niks van. Het is echt een soepzootje. Iedereen dus helemaal haasten zonder ontbijt de bus in. Ik dacht, joh, ik ga niet. Er zijn ook nog een paar anderen die hier blijven vandaag. Dus gezellig heb ik even gezelschap. Ik hoef niet de hele dag in de bus en dan nog 2 uur in de boot. En dan weer de hele dag in de bus. Ik kan gewoon hier genieten van het mooie uitzicht en het mooie weer. Ik heb er zin in. Ik ben blij met mijn besluit. En ja, ik neem jullie ook mee. Gezellig. Everybody else said they were doing it, and I didn't want to miss out. Sometimes it's good being ashamed. Yeah. Jongens, we kunnen 2 keer. 2 keer omhoog en we moeten blijkbaar dus ook nog hier verder omhoog. En dan pas naar beneden. Wat een view.
De waterkoker staat aan. Dus het is een beetje herrie, maar dat geeft niks. Jongens, wat een leuke dag. Wat een mooie stad is Queenstown. Tot nu toe absoluut mijn favoriet. Leuker dan Wellington, waar we eigenlijk maar heel kort zijn geweest. Zelfs Auckland. Beter dan Auckland. Ik vind het hier gewoon gezellig, snap je? Oh ja, ik heb boodschappen gedaan. En dat is dus een beetje het nadeel aan een hotel. Je kan niet echt koken. En het is ook een beetje... Je wil ook niet altijd overal uit eten, want het kost weer veel te veel geld. Dus ik heb dit vandaag gekocht. Het is couscous. Je doet er water bij en dan wordt het zo dit. Ja, prima toch voor een keertje. Ik heb nog vet veel brood over en zo. Maar goed, je moet natuurlijk ook wat vitamintjes binnenkrijgen. Ik heb gisteren crackers gehaald, maar die crackers die smaken helemaal nergens naar. Dus ik heb even wat gekocht. Brie. En walnoten. Ik heb ook nog honing, dus dat is altijd een fijne combi. Hier zitten dus mijn schoenen in. Maar die zijn hartstikke vies van de onderkant. En dan doe je gewoon zo een douchemuts eromheen. Et voilà. De onderkant is protected tegen je tas. Dus als je hier nou kleren of iets in hebt, het wordt niet zo vies van de binnenkant. Dat is echt ideal. En ik was dus altijd op zoek naar leuke douchemutsen. Om dit, want het is toch leuker om dit een beetje leuk. Dit is ook zo saai, zo'n douchemuts. Dus ik heb nou 4 van deze met stipjes. Ja, want stipjes is leuker dan gewoon dit. Toch? Daar zijn we het allemaal mee eens. Nou, dus dat is dit. Dit is zo mooi. Die kleur is zo mooi en leuk. Ik dacht, joh, dit is voor Silke. En ik heb dus hele leuke... posters gezien bij een winkeltje hier. En dat is echt iets heel leuks voor Mette. Dag mensen, het is weer een nieuwe dag. We zijn nog steeds in Queenstown. Ja, ik was net al aan het zeggen, toen kwam ik. Kut. Ik ga steeds weer door mijn enkel, jongens. Ik moet even goed. Shit. Oké, waar waren we? Ja, het is een mooie dag. Ik ben gewoon een beetje aan het chillen, ijsjes eten, souvenirtjes kopen. Ik vind het helemaal niet erg, joh. Ik vind het eigenlijk wel lekker zo. Heel veel mensen die zijn nog steeds allemaal van die gekke dingen aan het doen. Ik heb helemaal geen zin meer om al die om te jetboten en te paragliden en te waterskiën. Nee. Ik heb al zoveel gedaan. Ik heb al zoveel gezien. En ik geniet nou gewoon juist even van die kleine momentjes dat je hier even door de stad loopt. En dingen haalt. Shoppen. Dat vind ik ook leuk. Nee, ik moet een beetje met mijn geld opletten. Maar gewoon een beetje toeren. Het hoeft voor mij eigenlijk nu niet meer zo bijzonder. Oeh, jongens. Het is zo warm. Het is niet warm. Warm. Niet te doen. Ja. Ik heb een leuke dag gehad. Lekker even gestruind. Daar hou ik van, struinen. Ik heb ook iets nieuws gekocht. Tadaa! Nee, dat is met een doel, snap je? Dit is... ik denk dat ik een beetje te veel souvenirtjes heb gehaald. Dus dit komt van pas. Dit kan mee als carry-on. Ik heb erover nagedacht. En... hij was 50% korting. Ik ben weer terug bij het hotel en ik ga gewoon even lekker chillen de rest van de dag. Ik heb geen plan. Ik heb wel een carrot cakeje in mijn tas. En ik ga me eens even verdiepen in Hawaii. Ja. Ah, oh, onze bedden zijn weer netjes opgemaakt. House. And the house has been here since the 1940s. And the old lady that lived in there wasn't selling.
laatste dag van de tour. En kijk eens waar we lopen. Niet te geloven. Eigenlijk is het wel een beetje verdrietig dat straks iedereen weer zijn eigen weg gaat. Maar ik geniet er nog even volop van, jongens. Want we zijn nu in Mount Cook. En we gaan nu even wandelen. Een wandeling van 3 uren, dus dat valt gelukkig mee. En dan naar het hotel. Vanavond uit eten. Helemaal niet verkeerd. Morgen rijden we naar Christchurch en dat is onze laatste dag. Ik blijf nog wel een weekje extra in Christchurch. Maar dan is de tour voorbij. Dus we gaan het nog even leuk hebben. We verblijven in Queenstown en in Queenstown is alles geel en bruin en dood. Hier is het groen en berg en sneeuw en blauw water. En wolk. Kijk, daar loop je dus in de wolken. Wauw. Oh my gosh. Wow. Oh, there's so much. Goedemorgen mensen, nieuwe dag. Het is de laatste dag van de tour, want we gaan naar Christchurch. Nog één nachtje in een hotel. Nog één ochtend lekker ontbijt. En dan gaan we weer terug naar het hostelleven voor nog een weekje. Ik ga dus met Kezin. Kezin is iemand uit New York die ik in Sydney heb ontmoet. En zij wil, we gaan samen naar Hawaii. Maar dan vliegen we dus vanaf Sydney naar Honolulu. En dat is toch ook wel gaaf om weer terug te zijn in Sydney na dit hele avontuur. De plek waar het allemaal begon. Ja, leuk. Van een hele moeie fena. Het is alweer ondertussen alweer 11 uur. Dus ja. Het zit er op. De straight tour van 18 dagen door het noorden en het zuiden eiland is voorbij. En het is echt ook voorbij gevlogen. Wat snel is het gegaan. We slapen vannacht nog hier. Laatste nachtje in een hotel. Morgen nog één dagje. Lekker ontbijt. We gaan er helemaal van genieten. En dan vertrek ik naar een hostel waar ik 5 nachtjes slaap. Ik heb daar een privékamer, want er was niks anders meer beschikbaar daar. En anders moest ik in een hostel slapen die dus echt heel ver uit het centrum vandaan is. Dus ja, daar slaap ik 5 nachtjes en dan ga ik verhuizen naar een ander hostel. Wat dus dichtbij het vliegveld is. Voor 3 nachtjes en dan is het Nieuw-Zeeland avontuur voorbij. Maar het is nog niet zover. Ik heb namelijk nog een hele week hier in Christchurch. Ik ben moe. Dus ik ga slapen. Slaap lekker en tot morgen. Live a life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, are some better days.